Geen Stijl is weer druk bezig met Geen Pijl. Wij willen een referendum over de associatieverdragen met Oekraïne, Georgië en Moldavië. En het gaat natuurlijk om inspraak. Om dat referendum voor elkaar te krijgen, zijn er wel in eerste instantie 10.000 handtekeningen nodig voor naar de kiesraad. En dus is het campagnetijd. En waar kan je nou beter op campagne dan op Urk, waar ze in 2005 met 91,6% tegen de Europese grondwet stemden. Een referendum over de Europese Unie en over die uitbreiding daarvan. En wat vindt de Nederlandse burger daar nou van? Gewoon expliciet vragen in een referendum. Wat vindt u daarvan? Wat vindt u van dat idee? Wat vind ik van het idee? Ik vind dus wel dat je dus een eigen inspraak moet hebben. Dan moet je in Den Haag wezen, moet je niet op Urk wezen. In Den Haag moet je wezen. Dat verziekt de hele Europese Unie. En hier op Urk niet. We zoeken handtekeningen. Ja. Wilt u die zetten? Natuurlijk. Wij hebben gewoon geen flikker te vertellen, meneer. Ziet u dat zitten? Nou ja, ik ben niet zo politiek gericht, dus ik maak me daar niet zo druk om. Nee, ik zou ook niet zo politiek gericht zijn als ik mijn eigen poot zou hebben. Hebben we onze eerste handtekening alweer binnen, Nick? Waarom hebben ze hier zo onwijs met z'n allen tegen die grondwet, tegen die EU gestemd? Nou, dat zal met de visserij te maken hebben. De visserij worden al zoveel regels neergelegd. Ja, een visserman moet je niet dwars zitten. U zit hier helemaal niet te wachten op nog meer regels? Nee. We hebben al regels genoeg in Nederland, niet dan? Ze houden geen rekening met de gewone mensen in Nederland, hè? Nee, maar daarom is het natuurlijk tijd voor een referendum. Ze denken enkel aan zichzelf daar in Den Haag. En in Brussel. Ja. Wat vindt u van de Europese Unie? Het idee is goed. Het idee. Maar het werkt niet. Wij willen dus een referendum over de uitbreiding van de EU. Even simpel gezegd. Neem maar van mij aan, de gewone mens heeft daar niks over te vertellen. Er zijn te veel landen wat veel te arm zijn. Daar moeten wij alles aan geven. Maar wij komen tekort. Over de reling! Verder ook een handtekening. Op, Ger. Yo, uw handtekening voor Geen Pijl. Zo, dat zijn weer 500 handtekeningen voor Geen Pijl. En als jullie het allemaal nou ook even doen, dan zijn we er zo.